Ja. Nou ja, zo'n componist was voortgekomen uit het idee tijdens de afgelopen muziekweek, de Gaudeamus Muziekweek, met een viertal compositieafdelingen van vier conservatoria in het land concerten hebben georganiseerd in de Lunusconcertenreeks. En dat hebben we willen voortzetten in een zogenoemd jonge componistenbal, waarin we niet alleen deze vier conservatoria uitnodigen, maar alle conservatoria die er in Nederland zijn. En alle compositiestudenten zijn uitgenodigd. Een heleboel zullen er present zijn. De klinkmuziek van deze jonge componisten. Ze kunnen 18 zijn, ze kunnen 22 zijn, kunnen eerstejaars zijn, kunnen tweedejaar master zijn, etc. Dat kan allemaal. Alle compositieafdelingen presenteren zich in een kort concert. We hebben bewust gekozen voor deze componistenbal, zeg maar de generatie nog voor het moment dat ze eigenlijk in de Gaudeamus Muziekweek terecht zullen komen. Dus we hebben ook de compositieafdelingen zelf gevraagd een eigen voorstel te doen voor het programma. Wij hebben ze daarmee een soort van carte blanche kunnen geven. Het idee daarbij is natuurlijk dat je op heel jonge leeftijd al gescout kunt worden door ons. En ook door andere festivals, podia, ensembles, etc. in dit land. Ze kunnen op Facebook contact met elkaar hebben, ze kunnen skypen, zoals wij nu doen. Uiteindelijk gaat het toch om dat je elkaars muziek hoort. Wat ons te doen staat, is eigenlijk gewoon het inzichtelijk maken van wat er in Groningen gebeurt of wat er in Tilburg gebeurt. Dat weten mensen eigenlijk uit Amsterdam of Den Haag niet van elkaar. Dus het gaat er gewoon om bewustwording van de soort klanken die er gecomponeerd worden op dit moment in heel Nederland. Nou, wij hopen in ieder geval dat er genoeg momenten zijn waarop de studenten ook met elkaar in de clinch kunnen gaan. Daar kan discussie ontstaan. Het is ook een netwerkmoment. Er kan met elkaar gedronken en gegeten worden. En de verwachting is uiteindelijk natuurlijk dat je er als componist beter van wordt doordat je door je eigen leeftijdsgenoten beoordeeld wordt. Dus overdag hebben we het onderdeel niet de composers genoemd. Dat betekent dat dat de compositieafdelingen presentaties zijn. En s'avonds hebben we niet die ensembles gedaan. Waarbij dus een aantal jonge ensembles die al een beetje gevorderd zijn, maar wel geformeerd zijn aan het conservatorium, maar al 1,5 tot 10 jaar bezig zijn in dit verband te laten zien en horen. En zij presenteren ook muziek van hun leeftijdsgenoten. We hebben twee ensembles uit Amsterdam en twee uit Den Haag. Eén ensemble zou ik even uit willen lichten, dat is Amsterdam Collage Ensemble. Die zijn meer geformeerd vorig jaar tijdens de Gaudeamus Muziekweek. Althans, daarvoor was het een losse groep muzici. Tijdens de muziekweek was het een ensemble, was een debuutoptreden met een stuk van Hugh Oda, die artistiek leider is van het ensemble. En ze hebben in dat jaar ook een heleboel Gaudeamus Muziekweek-componisten die geselecteerd waren daar rond, gevraagd te schrijven voor een bizarre bezetting. Dat is een ander ensemble van Hugh Oda, dat hij in dezelfde tijd is begonnen. Dat is meer een klassieke kanonmuziek-bezetting. Modelo 62 uit Den Haag is al een langere tijd bezig, maar is wel het schoolvoorbeeld van een jong ensemble dat is opgegroeid met leeftijdsgenoten in Den Haag. En die worden dus ook gespeeld. Het laatste Sonolab duo, dat is ook wel zo'n jong SDH, Jong Slagwerk Den Haag, worden ook gescout door de slagwerkers van Slagwerk Den Haag. En bieden meer, ik zou bijna zeggen, meer performance-achtige percussiewerking.